Wie naar het Witte Kasteel van Sandenburg kijkt, waant zich in een sprookje. De grote witgepleisterde torens vol kantelen doen een middeleeuwse oorsprong vermoeden. Maar slechts één enkele toren stamt uit die tijd. De rest van het kasteel kreeg halverwege de 19e eeuw zijn huidig uiterlijk. Ook het omringende park is aangelegd in deze periode. In dit park vindt men gazons, slingerende paden, groepen bomen en enkele vrijstaande bomen. Tegen het eind van de 18e eeuw werd het oorspronkelijke middeleeuwse kasteel teruggebracht tot een enkele toren. Nadat de familie van Linden eigenaar werd, kreeg Sandenburg in 1853 zijn huidige aanzien. Tussen 1861 en 1864 liet Frederik A.A.C. Graaf van Linden van Sandenburg de vierkante toren verbouwen naar ontwerp van architect Samuel Adrianus van Lunter. Aan de voorzijde werd een brede vleugel van twee bouwlagen aangebouwd. De gevelhoeken kregen achtkantige torens met kantelen onder een plat dak met een balustrade. Zo ontstond het huidige kasteel met detaillering in Willem II gotiek. Bij het kasteel, binnen een vierkant grachtenstelsel, staan een oranjerie, een koetshuis en een portierswoning in dezelfde stijl als het kasteel. Achter de oranjerie staat de woning van Achterberg, de voormalige koetsier van de graaf. Hier werd in 1905 Gerrit Achterberg, een van de bekendste Nederlandse dichters uit de 20e eeuw, geboren. In 1937 heeft Gerrit Achterberg in een vlaag van waanzin zijn hospita neergeschoten, waardoor hij uiteindelijk in een inrichting terechtkwam. Achterberg overleed in 1962 aan een hartaanval.